morgen is Valentijnsdag en daarom leek het mij heel erg leuk om een video te maken over Valentijnsdag. Nu ben ik wel lekker single dit jaar, dus vier ik Valentijnsdag niet dit jaar met iemand anders. Nee, ik vier het gewoon op mijn eigen manier. Stella, mijn manier is eigenlijk best wel chill. Gewoon even genieten van het goede leven. En ik ga vandaag laten zien hoe ik dat doe. Hoe chill het is om single te zijn en chill Valentijnsdag dan is. En ja. Ik ga er gewoon wat leuks van maken. Ik ga er een feestje van bouwen, jongens. En dat gaan we allemaal doen. Of je nou single bent of niet. Nou, laten we beginnen met video time af. Dus laten we beginnen met de snacks die ik vandaag ga maken. En ik begin met chocolade popcorn. En ik heb hiervoor chocolade. Ik heb witte chocolade. En dit is met speculaas. Echt super lekker. Maar zonder speculaas of bruine chocolade. Kan je ook gebruiken. Maar net wat je wilt. Deze chocolade ga ik smelten. Doe ik hem door hem in een bak te doen. In een pannetje met heet water. En af en toe er doorheen te roeren zodat deze lekker smelt. Ondertussen warm ik de popcorn op in de magnetron. Het lekkerste vind ik zelf gewoon popcorn zonder smaak. Dus geen zoet en geen zout. Maar anders kan je ook zoete popcorn gebruiken als je het niet kan vinden. Even in een bakje. En vervolgens kan je daar de gesmolten chocolade overheen gieten. Ik kwam er zelf achter dat het eigenlijk makkelijker was om de popcorn in het bakje met de gesmolten chocolade te doen. Dus ik zit alles een beetje steeds over te gieten van bakje. Maar nou ja, het gaat er eigenlijk om dat de chocolade dus over je popcorn komt. Je hoort een beetje zodat de chocolade goed verdeeld is. En het is heel belangrijk dat je het allemaal heel erg snel doet. Want de chocolade kan heel snel hard worden. En daar moet je voor oppassen. Want als het hard is geworden, kan je het natuurlijk niet meer verdelen. En daarna tijd voor Disco Spikkels. Ja, echt geloof me. Dit moet je ook nog doen als de chocolade zacht is. Want dan plakt het eraan. Maar dit maakt het zo lekker. Het geeft echt zo'n bijt eraan. En deze snack is echt zo slecht. Maar I don't care. Voor vandaag maakt niet uit. Daarna is het tijd voor brownies. En ik heb gewoon de allermakkelijkste mix uit de supermarkt gehaald. Oftewel de 1 minuut mix met alleen water toevoegen en boter. Omdat nee, ik zeg gewoon heel eerlijk, ik kijk liever een extra aflevering van de serie dan dat ik langer bezig ben met mijn brownies. Dus ik ga gewoon lekker voor de simpele, makkelijke manier. Ik denk dat bijna iedereen dat wel doet. Nou, dit is gewoon een hele simpele, makkelijke brownie mix. Ik weet niet of u hem kent. Ik vind het super chill. Er is gewoon wat water erin. Mixjes hebben toegevoegd. En dan nog wat boter. Je mengt het allemaal bij elkaar. En daarna kan die 40 minuutjes de oven in. Ben ik de enige die dit er echt zo lekker uit vindt zien? Zoals het zo naar beneden in golfjes gaat. Oh my god. Ik heb tijd voor de oven. En dan 40 minuten kan ik hem eruit halen. En om toch nog een soort gezelschap te hebben op Valentijnsdag, heb ik lekker een kat meegenomen. En ja, je weet wel. Dit is echt de lelijkste kat die jullie ooit hebben gezien. Ik maak geen grapje. Ja, 40 jaar was ik een kattenvrouwtje. Dus dit wordt toch wel mijn eerste kat. Ik wilde eigenlijk snorhaartjes maken, maar we hadden geen rozijnen meer in huis. Dit is een lachende kat. Ja, hij is niet heel erg mooi, maar oké. Het gaat om het idee. Mijn moeder vond hem wel mooi. Oké, en dan is het tijd voor een beetje chill. Dus ik ga een maskertje maken. En dit doe ik met havermout en met yoghurt. En als je wilt, kan je daar ook nog wat honing aan toevoegen. Honing zorgt ervoor dat het beter is voor je puistjes en onzuiverheden. Als je dat niet hebt, is dat geen probleem. Vergeet nooit om een knot in te doen als je een masker op doet. Dat is heel erg handig. En een goede tip ook is om een foundation kwast te gebruiken als je het wil aanbrengen. Dat is echt heel erg fijn. En dan is het tijd voor een favoriete serie. En lekker eten en lekker in bed liggen. De hele dag je romantie. En het is gewoon echt goede leven, jongens. Vandaag mag het gewoon. Ik ben gewoon lekker jongen, dan kan ik dit gewoon lekker doen. I don't care. En dat ik er niet uitzie en dat ik echt een lelijk speltje heb. Omdat ik geen ander mooi speltje meer kon vinden, maakt vandaag toch niet uit. Want ik ga de deur niet uit en niemand die ziet me. En ik hoef me nergens zorgen om te maken, want ik ben zo lekker single. Oké, ik hou echt van het leven. Hiya, friends. All 10 seasons. En in de avond is natuurlijk tijd voor een lekker bad. En ik ga gewoon een bad nemen met heel veel badschuim. En ook nog eens een lekkere bruisbal van Lush, zodat het ook een heel erg leuk kleurtje heeft. En gewoon lekker heel chill die avond in bad zitten. Ik zat in bad. Dit was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Neem de video gerust met een korrel zout. Ik ga morgen gewoon lekker genieten. Ik ga lekker vreten. Morgen lekker series kijken. Jullie raden Pretty Little Liars weer aan me aan. Dus die zit op mijn lijstje. En ik wens iedereen een hele fijne Valentijnsdag. Heb je geen Valentijn, net als ik, series zijn ook heel leuk. En
kattenbrownies, hoe lelijk ze ook zijn, zijn ook heel erg lekker. En als je wel Valentijn hebt, ja, geniet er gewoon lekker van. Maak je een leuke dag van samen. En ja, dat is alleen maar echt super leuk natuurlijk. Oh, dat klinkt echt een beetje stom dit. Maar jullie begrijpen allemaal wat ik bedoel. Nou, dat was het dan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!